In deze video wil ik het gaan hebben over aandelen. En dan wel de basisinformatie over aandelen, omdat ik het op dit kanaal regelmatig over aandelen kopen heb, beleggen, investeren, noem het allemaal maar op. Dan heb je in ieder geval een video waar ik jullie naar door kan verwijzen over de algemene informatie. En ik wil ook 5 onderdelen behandelen in deze video, zoals wat is een aandeel, wat is de geschiedenis van aandelen, op welke 2 manieren kun je aandelen kopen, welke rechten heb je bij een aandeel en wat is de waarde van een aandeel. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En in deze video wil ik gaan kijken dus naar aandelen. Mocht jij nou nog suggesties hebben voor andere video's die je graag zou willen zien, onderwerpen die je graag behandeld wil zien of vragen die je graag beantwoord wil zien, laat het dan weten in de reacties onder deze video. Maar zoals gezegd, aandelen. En dan beginnen we natuurlijk met de vraag, nou, wat is nou een aandeel? En kijken we dan een beetje naar Wikipedia en vatten we dat kort samen, dan zien we de volgende tekst staan. Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten geeft met betrekking tot een vennootschap. Dit kan een BV zijn, een besloten vennootschap, of een NV, een naamloze vennootschap. En aandelen van een NV kunnen verhandeld worden. Dit is dus heel kort wat een aandeel is. Het is eigenlijk een waardepapier. Het heeft dus waarde. En vroeger was het nog een papier, tegenwoordig is het vaak digitaal. En je ziet dat er verschillen zijn tussen een BV en een NV, oftewel een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap. Maar je ziet allebei deze vormen dat alleen van een vennootschap dus aandelen verkrijgbaar zijn. En meer informatie krijg je daarover later in de video. En dan wil ik nu een klein beetje de geschiedenis van aandelen gaan behandelen, omdat deze geschiedenis een Nederlands tintje heeft. Het is namelijk zo dat de eerste officiële uitgifte van aandelen plaatsvond hier in Nederland. In 1602 werden de eerste aandelen officieel uitgegeven door de VOC. Dit was dus in Amsterdam, in hun eigen kantoor. En het geld wat ze daarmee ophaalden, gebruikten ze om vervolgens de wereld over te gaan. En dus hun overzeese handelsactiviteiten eigenlijk te financieren. Je ziet dus dat het vaker is dat bedrijven juist aandelen uitgeven om daarmee geld binnen te halen. En van dat geld kunnen ze eigenlijk dus ondernemen. In het geval van de VOC was het naar de andere kant van de wereld varen, daar specerijen en zo ophalen. En die terugbrengen naar Nederland en met winst verkopen. En dan had je als aandeelhouder dus recht op een gedeelte van de winst. En dat is tegenwoordig eigenlijk nog steeds zo. Al is het dan niet misschien met specerijen, maar dat ligt een beetje aan het bedrijf waarin je aandelen koopt. Je zorgt ervoor dat je eigenlijk eigenaar wordt van het bedrijf. Al is dat niet helemaal correct, dat leg ik later ook nog even uit. Maar je hebt wel een gedeelte van het bedrijf, heb je eigenlijk eigendom van. En je hebt dus daardoor ook verschillende rechten die ik ook later uitleg. Voordat je namelijk gebruik kunt maken van deze rechten van een aandeel, heb je eerst een aandeel nodig. En zoals gezegd in de intro van deze video heb je verschillen tussen een BV, een besloten vennootschap, of een NV, een naamloze vennootschap. En dan gaan we eerst kijken naar de BV. Bij een BV, besloten vennootschap, is het zo dat bekend is wie de aandeelhouders zijn. Vaak zul je zien dat bij de oprichting van een BV de aandelen worden uitgegeven. En dat de investeerders die ze dus het bedrijf oprichten of geld erin investeren, een gedeelte van die aandelen krijgen. Stel dat dat jouw lokale loonbedrijf is, ik noem maar iets. Dan zul je zien dat één iemand of misschien een paar mensen in de familie het bedrijf gaan oprichten. Nou, stel ze stoppen er gezamenlijk 100.000 euro in. En ze zorgen ervoor dat bij de oprichting 100 aandelen worden uitgegeven. Nou, degene die dan bijvoorbeeld 40.000 euro erin stopt, krijgt 40 aandelen. En iemand anders die 30.000 euro inlegt, krijgt dan 30%. Zo heb je eigenlijk de inleg verdeeld over de aandelen. En het is in dit geval altijd bekend wie het zijn. Want zoals gezegd, bij een besloten vennootschap zijn de aandelen niet zomaar verhandelbaar. Je kunt ze wel van iemand anders overkopen, maar je weet precies wie welke aandelen heeft. En ze zijn dus niet op een beurs verhandelbaar. En dit is meestal omdat besloten vennootschappen, zoals gezegd, vaak kleinere bedrijven zijn of relatief klein. En vaak plaatselijke dingen zijn in plaats van naamloze vennootschappen die vaak ten eerste over heel Nederland bijvoorbeeld gaan. Of zoals de ING bijvoorbeeld echt wereldwijd verspreid zijn met kantoren. Dat is dus een groot verschil. Zoals gezegd heb je dan ook nog de NV's, de naamloze vennootschappen. En dit zijn dus voorbeelden zoals net genoemd de ING, maar denk ook aan Unilever, Shell. Echt grote Nederlandse bedrijven waarbij veel aandeelhouders zijn. En daar is ook is een andere manier om aan aandelen te komen. Nou, de eerste daarvan is gewoon dat het bedrijf aandelen uitgeeft zelf. Dit kan zijn bij de oprichting, maar het kan ook gewoon gedurende een tijdje dat ze opnieuw aandelen uitgeven. Je zult namelijk zien dat, noem maar iets, de ING 1 miljoen aandelen heeft.
En dat ze in de eerste ronde er 100.000 verkopen. En een ronde later doen ze nog een keer 100.000. Dan hebben ze eigenlijk pas 20% van de aandelen die ze hebben uitgegeven. En telkens op het moment dat ze geld nodig hebben, verkopen ze weer meer aandelen die ze eigenlijk nog hadden. Op de plank liggen, zal ik het zo maar zeggen. En dan maken ze die aandelen dus publiekelijk. En met de verkoop van die aandelen halen ze dus geld binnen. En zoals gezegd, vroeger gebruikte de VOC het om naar de andere kant van de wereld te varen. Maar de ING kan het gebruiken om een nieuw kantoor en nieuwe activiteiten op te richten, een nieuwe markt op te gaan. Allemaal geld dat ze binnenhalen, dat ze dus gebruiken om verder te ondernemen, een soort van werkkapitaal dat ze hebben. Dat geld gaan ze dus inzetten voor hun activiteiten en ze hopen daar dus van meer geld van te maken, zo kun je het eigenlijk zeggen, en een rendement op te halen. Je kunt ook in het bezit komen van aandelen door ze via de beurs eigenlijk te kopen. Dus de handel in de aandelen is ook nog een optie om aan aandelen te komen. In Nederland heb je dan de effectenbeurs in Amsterdam. Die zat vroeger in de beurs van Berlage, geloof ik. En een bekend iets daarvan is de AEX. Dit is eigenlijk een index van de 25 meest belangrijke aandelen in Nederland. Denk hierbij dus weer aan Shell, Unilever, dat soort bedrijven. Die vormen dan een basis. Maar ook alle andere aandelen zijn via deze beurs te verkrijgen. Nou, zoals gezegd was dat vroeger letterlijk een locatie in Amsterdam. Dus de beurs van Berlage. Waar je nog allemaal mensen in die hal hoorde roepen, bellen, noem het dan maar op. Tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer online. En kun je online bijvoorbeeld via de Giro, zoals ik doe, aandelen kopen. Maar dan heb je natuurlijk niet alleen de Amsterdamse beurs, de AEX. Je hebt bijvoorbeeld ook een Franse aandelenhandel, de CAC 40. Of de Engelse, de FTSE. En in Duitsland is het de DAX. Allemaal, elk land heeft vaak wel één of meerdere beurzen ooit zelfs wel. En een aandeel kan dus ook, zoals Shell, hier in Amsterdam op de beurs staan. Omdat Shell gedeeltelijk Nederlands is. Maar ook omdat het gedeeltelijk Engels is, zal het in Londen op de beurs staan. En zo heeft dus een aandeel kan dus op meerdere plekken eigenlijk verhandeld worden. Het zijn puur beurzen waar mensen komen om eigenlijk aandelen te kunnen kopen. Of op het moment dat ze ervan af willen dat ze het kunnen verkopen. En zoals gezegd gaat het dus tegenwoordig vaak online. Noem maar iets Bing Bank of Links of de Giro waar ik gebruik van maak. Dat zijn eigenlijk gewoon een beetje tussenpersonen, handelaren in aandelen. Die staan eigenlijk tussen mij en de beurs in. Als ik een aandeel wil kopen via de Giro, koopt de Giro het eigenlijk op de beurs. En wil iemand het verkopen, dan gaat dat misschien ook wel via de beurs en de Giro. Dus eigenlijk is het een soort handelsplaats en een tussenpersoon van mij om aandelen te kopen. We zijn inmiddels ongeveer halverwege deze video en je bent nog steeds aan het kijken, dus dat is al een pluspunt. Wil je nou meer video's zien en ben je nog niet geabonneerd? Zorg dan even voor dat je je eigen abonneert op dit kanaal. Dan krijg je zoals gezegd veel meer video's in de komende tijd te zien. Ik heb ook nog een Facebookpagina waar veel informatie terug te vinden is. Of een website, passiefinkomen.nl, waar je vaak deze video ook nog in uitgebreide tekstvorm terug kunt zien. Zodat je nog eens rustig alles na kunt kijken en nog veel meer informatie daarop te zien. Dus abonneer je eigen, kijk mijn Facebookpagina, kijk mijn website en dan gaan we nu weer verder. Als je dan eenmaal je aandelen hebt gekocht, bijvoorbeeld via de Giro zoals ik doe, dan heb je dus aandelen in bezit en dat neemt ook een aantal rechten met zich mee wat een aandeel geeft. Nou, het eerste recht wat je daarmee krijgt is stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is vaak een jaarlijks terugkerende vergadering waarin belangrijke punten worden besproken. Aandeelhouders kunnen dus, op het moment dat je een aandeel hebt bij je aandeelhouder, kun je naar die vergadering toe gaan, omdat het eigenlijk, je hebt iets te zeggen. Je bent namelijk gedeeltelijk eigenaar in principe van dat bedrijf. En tijdens zo'n vergadering worden belangrijke punten besproken en er wordt over gestemd. Denk hierbij aan belangrijke keuzes die het bestuur moet nemen, zoals een fusie of een overname. Daar kunnen aandeelhouders dan over gaan stemmen. Het kan ook zo zijn dat aandeelhouders bepaalde agendapunten eigenlijk op de agenda willen krijgen. Bepaalde belangrijke onderwerpen die zij graag behandeld zien worden. Dat zag je volgens mij laatst bij Shell, toen het veel meer over ging over milieu en duurzaamheid. Aandeelhouders vonden dat Shell daar te weinig aan deed. En als je dan zorgt dat je genoeg aandeelhouders achter je hebt die er hetzelfde over denken, dan heb je eigenlijk dus stemrecht in die vergadering en kun je zorgen dat het bestuur iets met jouw dingen, iets met jouw mening of iets met jouw opvatting moet gaan doen. En mocht het nou zover zijn dat het bestuur er niks mee wil doen, of andere redenen, dat het bestuur niet goed functioneert, dan kunnen aandeelhouders ook nog altijd tijdens een vergadering bestuursleden wegstemmen. En dat is dus een belangrijk onderdeel van het aandeel. Je hebt dus eigenlijk het recht om invloed uit te oefenen op het bedrijf. Wil niet zeggen dat je met een aandeel ook zeg maar eigenaar bent van een bedrijf, wat vaak wordt gezegd. Het is wel zo dat hoe meer aandelen je hebt, hoe meer stemrecht je hebt. En hoe meer stemrecht je hebt, hoe meer invloed je hebt dus op het bedrijf.
Stel nou, je hebt 50% van de aandelen van een bedrijf, van Shell. Heb je wel heel veel geld nodig. Maar het zou kunnen dat je 50% van de aandelen hebt. Dan wil dat dus nog niet zeggen dat je 50% van Shell bezit. Het is niet zo dat je zegt van, ik heb 50% van de aandelen. Ik loop nou een gebouw van Shell binnen. En ik pak van de 100 stoelen die er staan in die vergaderruimte, neem ik er 50 mee, want die zijn van mij. Nee, dat is niet zo. Je bent dus niet echt eigenaar van het bedrijf. Je hebt wel recht op bepaalde dingen. Het recht om bijvoorbeeld te stemmen. En het andere recht wat je hebt is winstuitkering, oftewel dividend. Een bedrijf is niet verplicht om dividend uit te keren. Hier stemmen de aandeelhouders op zo'n vergadering over. Het kan namelijk zo zijn dat stel Shell, die maakt dit jaar 100 miljoen euro winst. Dan kunnen ze ervoor kiezen om de volledige 100 miljoen uit te keren aan winst, aan dividend, zodat de aandeelhouders tevreden zijn. Het kan ook zo zijn dat ze denken, we kunnen die 100 miljoen beter in onze reserve stoppen, omdat we verwachten dat het volgend jaar een moeilijker jaar wordt en dan kunnen we het geld goed gebruiken. Dan keren ze dus geen rendement uit of geen dividend uit, of een combinatie daarvan. Ze stoppen een gedeelte in de reserves, of ze stoppen en ze keren een gedeelte uit. Of ze maken dit jaar geen winst, maar ze willen toch iets doen voor de aandeelhouders. En ze hebben in het verleden genoeg winst gemaakt. Dan halen ze dat geld uit de winstreserve en delen die vervolgens uit als dividend. Zo zijn er verschillende mogelijkheden en aandeelhouders kunnen daarover stemmen. Ook als je dus weer veel aandelen hebt, heb je dus meer invloed over wat er gaat gebeuren. En dit kan dus elk jaar anders zijn. Dus afhankelijk van de winsten die je maakt, wat aandeelhouders dit jaar denken over bepaalde dingen. Denken ze misschien wel, ja, we willen dit jaar echt wel een keer geld ontvangen. We kiezen ze allemaal om geld uit te laten keren. Of we stoppen het erin. Zoals bij Amazon zul je vaak zien dat Amazon weinig tot geen winst uitkeert. Maar Jeff Bezos is zo, die denkt van het aandeel zelf neemt al in waarde toe. Dus daar halen jullie al geld uit. En het geld dat we eigenlijk als winst hebben, kunnen we veel beter zelf weer investeren. Omdat we dan van die 100 miljoen, laten we zeggen, volgend jaar 200 miljoen kunnen maken. En het jaar erop verdubbelen het weer. Dus hoe meer we eruit halen, hoe minder die verdubbeling telkens wordt. Nou, dat is eigenlijk een belangrijke reden over waarom dividend dus eigenlijk elk jaar kan verschillen. Omdat elk jaar mensen er anders over kunnen denken. En het is ook niet zo dat je dus een vast percentage krijgt bij aandelen, zoals je wel bij obligaties krijgt. Elk jaar is het maar afwachten wat je rendement is. Heeft het bedrijf het goed gedaan, dan zul je veel rendement kunnen verwachten als ze het uitkeren. Gaat het wat minder, kun je minder rendement verwachten, maar het staat nooit van tevoren vast hoeveel rendement je maakt. En zoals gezegd kun je dus op twee manieren rendement behalen met een aandeel. Ten eerste zul je zien dat wanneer er dividend wordt uitgekeerd, je geld ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat voor elk aandeel in een jaar 50 cent dividend wordt uitgekeerd. Nou, als je dan 100 aandelen hebt, keer 50 cent, heb je 50 euro verdiend op je aandelen. Het kan ook zo zijn dat gedurende het jaar aandelen meer waard worden, omdat het bedrijf bijvoorbeeld winst heeft gemaakt. En had je in het begin van het jaar was het aandeel 100 euro waard, op het einde van het jaar 125 euro. En op die manier heb je dan 25 euro of 25% rendement gemaakt. Ook nog op je aandeel, de waarde daarvan. Maar dat is dus een ander onderdeel, de waarde van een aandeel. De waarde van een aandeel is afhankelijk eigenlijk van het onderliggende bedrijf. Zoals gezegd kan een bedrijf in het ene jaar winst maken. Wat betekent dat ze meer eigen vermogen hebben. En omdat er meer eigen vermogen is, zal ook de waarde van het bedrijf toenemen. En dus ook de waarde van jouw aandeel. Dat geldt eigenlijk hetzelfde andersom. Stel het bedrijf maakt verlies, dan zal het eigen vermogen of de winstreserve misschien afnemen. En daardoor zal jouw aandeel minder waard worden. Als je nou kijkt naar de echte waarde van het aandeel, de intrinsieke waarde, dat kun je dus berekenen door het eigen vermogen van een bedrijf te nemen en dat te delen door het aantal aandelen. Zowel zul je zien dat eigenlijk de intrinsieke waarde van een aandeel nog steeds weinig zegt. Want stel een bedrijf is 100.000 euro waard en je deelt het door 100 aandelen, krijg je dus 1000 euro per aandeel. Maar doe je nou net andersom, pak je die 100.000 en hebben ze 1000 aandelen en dan is een aandeel 100 euro waard. Dan zul je zien dat het ene aandeel dus 100 euro waard is, het andere aandeel 1000 euro. Dan zou je verwachten dat een aandeel van 1000 euro dus een succesvolle bedrijf is. En dat is niet het geval, het zijn allebei 100.000 euro waard. Dus de intrinsieke waarde van een aandeel zegt eigenlijk nog steeds weinig over de waarde van het bedrijf. Maar de intrinsieke waarde in combinatie met het aantal aandelen is wel het geval. Dat geeft wel de waarde van het bedrijf aan. En dit is nog een klein voorbeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Apple. Die was begin dit jaar bijna 1000 miljard euro waard. Maar ze hebben wel 5 miljard aandelen uitgegeven. Dan is er nog een groot verschil tussen de waarde van een aandeel en de prijs van een aandeel.
De waarde van een aandeel is, zoals gezegd, het eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen. Of het vermogen van het bedrijf gedeeld door het aantal aandelen. En de prijs van een aandeel is eigenlijk een prijs die tot stand komt door vraag en aanbod. En dit gebeurt dus op de beurs. De prijs van een aandeel is afhankelijk van verschillende factoren, zowel nu als in de toekomst. Het kan dus zomaar zijn dat wanneer een bedrijf jaarcijfers naar buiten brengt, of verwachtingen, of in het nieuws komt, positief of negatief, dat dit invloed heeft op de koers van het aandeel en dus op de prijs van het aandeel. En hiermee kan dus de koers veranderen zonder dat eigenlijk het bedrijf minder waard wordt. Vooral bij nieuwsberichten zul je dit zien, of bij verwachtingen. Stel dat Apple volgend jaar verwacht 10% minder iPhones te verkopen, dan verandert dit eigenlijk op dit moment niks aan de waarde van het bedrijf. Alleen aandeelhouders zullen wel de prijs van het aandeel naar beneden bijstellen, omdat hun verwachtingen veranderen. Ze denken van, er is minder op te verdienen. En die toekomstige dingen verrekenen ze eigenlijk al in de prijs. En stel dat een Apple aandeel nu $200 was, dan zal het na dit nieuws misschien dalen met 10%, ik noem maar iets. Terwijl er eigenlijk niks gebeurd is, behalve een voorspelling. Dus er is een heel groot verschil tussen de waarde, die op dat moment dus hetzelfde blijft, of de prijs, omdat mensen op dat moment dus minder voor Apple willen gaan betalen, omdat ze weten dat Apple verwacht dat ze volgend jaar minder winst zullen maken. Nou is een koers dus niet alleen belangrijk voor aandeelhouders, het is ook belangrijk voor het bestuur, want vaak wordt het bestuur daarop beoordeeld en op beloond. Een koers geeft namelijk eigenlijk aan wat het publiek van een bedrijf vindt. Hebben ze veel vertrouwen in het bedrijf, dan kan een koers dus stijgen. Hebben ze minder vertrouwen in het bedrijf, bijvoorbeeld door slecht nieuws of slechte toekomstplannen of verkeerde beslissingen, management dat niet goed werkt, dat ze verwachten dat in de toekomst het bedrijf minder waard zal worden, dan komt het ook weer terug in de koers, doordat de koers gaat zakken. En eigenlijk kun je dus ook een koers dan zien als rapportcijfer eigenlijk. Stijgt een koers, dan doet het bestuur en het bedrijf het dus goed. Daalt de koers op lange termijn, dan zijn ze dus verkeerd bezig, oftewel het bestuur. Misschien moeten ze dan tijdens de volgende vergadering een bestuurslid of meerdere bestuursleden wegstemmen. Frisse mensen, frisse wind eigenlijk in het bedrijf brengen. Zodat de koers weer veranderd kan worden van het bedrijf, waardoor hopelijk ook de koers van het aandeel veranderd kan worden. En dat is dus een heel belangrijk iets wat ik je nog echt even mee wil geven, is dat er echt een verschil zit tussen de waarde van een aandeel en de prijs van een aandeel. Tot zover dus deze video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Mocht je nou nog suggesties hebben voor andere video's. Bijvoorbeeld, dit is een leuke video geweest, maar ik wil hem ook over obligaties horen. Of over indexfondsen. Of misschien wil je meer diepgang over aandelen. Bijvoorbeeld, waar kan ik aandelen kopen? Waar moet ik op letten als ik aandelen selecteer? Noem maar op. Suggesties daarover kun je onder deze video achterlaten in de reacties. Vond je nou een leuke video, geef dan ook even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties weten waarom het zo is. Waarom je erover zo over denkt. Dan kan ik er altijd nog iets van leren en toepassen in volgende video's. En dan hoop ik jullie graag in de volgende video weer te zien.